gaat de Herman Wijfels Innovatieprijs 2012 hosten. Ja. Waarom wilt u dat eigenlijk? Nou, om verschillende redenen. In de eerste plaats zijn we bijzonder trots dat we kunnen hosten. In de zin van Herman Wijfelsprijs is toch een zeer prestigieuze prijs. Maar er speelt ook nog iets anders een rol. Dat is in 2011 is eigenlijk zeg maar deze regio verkozen tot de most intelligent community of the world. Oftewel de slimste regio van de wereld. Nu wil je het laten zien. En dat willen we zeker laten zien. Wij verlaten inmiddels het woord duurzaamheid en we duiken in het woord circulaire economie als het aan u ligt. Waarom? Nou, dat woord duurzaamheid dat blijft geloof ik ook nog wel bestaan. Maar duurzaamheid gaat over wat. Wat moeten we gaan doen in de komende periode? En die notie circulaire economie zegt hoe we het gaan doen. Als ik het woord circulaire economie noem, wat zeg jij dan? Ja, dat het rondgaat, hè, inderdaad. En alles heeft een nieuw begin, dus... Alles heeft een nieuw begin. Nou, daar gaan we het vaker over hebben. Meneer Wijfels, is niet aardig om behalve de 10 genomineerden ook nou eens 3 bedrijven te bezoeken. Nemen we de tafel mee, of de bedrijven komen naar u toe, maar die tafel zetten we ergens neer. Dat werd de Bosbaan, Amstelveen, Amsterdam. En die 3 bedrijven gaan we doorzagen over het onderwerp circulaire economie. Wat ons betreft, een van de allergrootste knelpunten is denk ik het korte termijn aandeelhoudersdenken. Zolang natuurlijk bedrijven op de beurs genoteerd elke keer maar op kwartaal tot kwartaal denken in plaats van op langere termijn denken, dan verhindert dat natuurlijk om binnen dat bedrijf de juiste stappen te nemen. Wat zijn nou de grootste problemen waar jullie tegen zijn aangelopen in de ontwikkeling van dit hele systeem? Een van de problemen of uitdagingen is om al die partijen aan je te binden. Nou, dat kost veel tijd. De andere is dat al deze werelden ook hun eigen wetgeving hebben en voor de regelgevers en de toezichthouders en de vergunningverleners is het heel moeilijk te doorgronden. Wat betekent dat nou precies? Het is heel, heel belangrijk om met de goede partners aan tafel te zitten. Waar samen een win-win situatie te creëren is. En waarbij je niet snel met de rug tegen de muur geduwd wordt. Op de driver's seat blijven zitten. Maar tegelijkertijd ook afhankelijk zijn van die partijen. En daar dan die samenwerkingen zien te realiseren. Maar we staan nog maar aan het begin, want we moeten natuurlijk de hele economie nog circulair maken. De circulaire economie, en dat is zo mooi, is eigenlijk geen issue meer om te verdedigen. Het is er gewoon. De winnaar van de Publieksprijs 2012 is geworden. Bedrijf Sensotiv. Wat een hele belangrijke constatering dat je dat heel goed op orde hebt. Heel veel succes met de verdere ontwikkeling van je bedrijf. Dank u wel. De aanmoedigingsprijs voor de Herman Wijfels Innovatieprijs 2012. Die gaat naar Wil Stutterheim en Wouter Bruins met InOvo. Heren, vol het podium op. De derde prijs gaat naar Renske Landeweert en Hans Helder, Clear the Tech. De tweede prijswinnaar van de Herman Wijfels Innovatieprijs 2012, Lennart van den Berg en Peyman Mostewi. De Herman Wijfels Innovatieprijs 2012 gaat als eerste prijs een bedrag van 50.000 euro. Gaat naar Rosella Ferraro en Alexander Schumann.